Een heel leuk onderdeel van het voorlezen is het voorlezen van rijmpjes, versjes en gedichtjes. Ik heb hier een heel mooi boek, Niets liever dan jij van Erik van Os en Elle van Lieshout. En je vindt deze boeken in de bieb bij, in dit geval AJ, dat is voor jonge kinderen, met de griffel en het mooie opgerolde papiertje. Nou, je zult je verbazen, je kunt met het voorlezen van gedichtjes en versjes al beginnen bij hele jonge kinderen. En dan zal het je verbazen hoe snel ze jouw regels op rijm afmaken. Want door die rijm onthouden kinderen de gedichtjes beter. En ze leren spelenderwijs dat je heel veel klanken hebt die op elkaar lijken, maar die toch net iets anders betekenen. Bijvoorbeeld boos en roos of vis en mis. En door het veel voorlezen van rijmpjes en gedichtjes, door het ritme, de melodie, door het dansen van de zinnen, ontwikkelen kinderen weer sneller hun taalgevoel. Nou, ik heb hier een gedichtje uit dit boek gekozen wat over een verjaardag gaat. Een echt feestelijk gedicht. Blij. Blij zijn de pakjes die hier voor mij op tafel staan. In hun blije pakpapier met linten en strikken en alles erop en erom en eraan. Blij schijnt de zon door het gordijn. Ballonnen hangen blij te zijn. Blij zijn de slingers, de taart op mijn bord. Blij zijn mijn vingers die iedereen vandaag vertellen hoeveel jaar ik word. Nou, daar word je toch blij van zo'n gedichtje.